Het diakonessenhuis heeft vandaag extra waardering gegeven aan het personeel en heeft medewerkers die zich hard inzetten extra in de watten gelegd. Agnes van Hetten is uitgeroepen tot medewerker paramedische diensten van het jaar 2021. En Patricia Nassoum is medewerker ondersteunende diensten van het jaar. Algemeen directeur Clyde Cairo reikte de presentjes uit. Het is een geweldige eer, denk ik, om gekozen te worden als paramedische medewerker van het jaar. Dus gefeliciteerd en keep up the good work. Victor Jones, die een motivatiesessie voor de medewerkers hield, vertelde het personeel dat zij het harde werk moeten blijven voortzetten. Vooral de verpleegkundigen die in het zonnetje zijn gezet, reageerden enorm verrast. Manager paramedische diensten Yverne Polsbroek riep de collega's op zich taai te houden tijdens de COVID-19-pandemie. Een dag waarop we de ondersteunende en paramedische groepen in de bloemetjes zetten. Het zijn twee groepen die de ruggengraat zijn van de gezondheidszorg. Ze zijn niet altijd in beeld, maar zeker onmisbaar. Wat is zorg zonder medicamenten, zonder röntgen en labonderzoek of zonder voeding? Wat is zorg zonder schone en veilige omgeving? Om maar enkele voorbeelden te noemen. Weet u, een tafel is alleen een tafel als het poten heeft die het tafelblad dragen en tot een bepaalde hoogte lichten. Anders is het slechts een blad. Beste medewerkers, weet dat u gezien wordt. Door de directie, door het managementteam, maar vooral door de patiënt die zich tot u wendt in een tijd van nood. Weet dat u samen met de andere poten tilt aan een zwaar tafelblad. Elk gewicht, elke druk dat op het blad wordt geplaatst, helpt u meedragen. Polsbroek zegt dat de situatie binnen de gezondheidssector niet mooi is, maar de collega's moeten zich niet uit het veld laten slaan. Ze stak ze een hart onder de riem en benadrukte dat die niet moeten vergeten dat allen uit hard hout zijn gesneden. Polsbroek wees er ook op dat het personeel sterk moet blijven, omdat de samenleving ze heel hard nodig heeft.